Sinds een tijdje staan er andere glasbakken in de Van het Zandstraat in Nijmegen-Oost. Deze zijn een stuk hoger dan voorheen. Op sociale media reageren mensen verontwaardigd over de nieuwe containers. Zo zouden rolstoelgebruikers en kinderen er niet bij kunnen. Volgens de gemeente gaat het om tijdelijke glasbakken, omdat de oude, ondergrondse bakken worden vervangen. Wanneer die nieuwe containers komen, is nog onbekend.